indoctrinating children with leftist propaganda. It is almost becoming the new normal in the Netherlands. This time I'm not talking about a school that uses virtual reality technology to show their little kids pro-migration propaganda, or a school that takes kids to mosques. Today I'm talking about a TV show for children, about so-called fake news. Let's take a look. Journaal onderzoeken wij een actueel nieuwtje uit de media. Wij zijn op het Mediapark in Hilversum en we gaan het hebben over nepnieuws. Nieuwsberichten op je Insta en Snapchat. Je ziet ze waarschijnlijk elke dag voorbij komen. Misschien ga je ervan uit dat alles wat je leest waar is, maar dat is niet zo. Sommige berichten zijn nepnieuws. Dat is valse informatie die wordt verspreid om geld te verdienen of om ervoor te zorgen dat mensen een andere mening krijgen. Maar hoe herken je nepnieuws? Let's go, kom! So the little girls playing the role of journalists search the building of the main producer of left-wing propaganda in the Netherlands, which is called the NOS. This news channel is basically the Dutch CNN. Everything they produce is one-sided, pro-mass migration, anti-Trump, anti-Geert Wilders, pro-Islam, etc. So, the little girls end up finding the person they were looking for. Let's see what she has to say about fake news. Ja, wat leuk dat we hier mogen komen. Ja, dit is dus de ochtendstudio. Ja, echt? Ja. Echt? Oh, cool. Oké, maar jullie gaan dus niet het journaal overnemen vandaag, maar gewoon alleen wat vragen stellen. Ja, we gaan de eerste vraag is dus, hoe herken je nepnieuws online? Ja, er zijn best wel wat trucjes voor hoe je nepnieuws kan herkennen. Ik denk dat het eerste, het belangrijkste misschien wel is dat je zelf goed nadenkt over dat je er bewust van bent. Dat er mensen zijn die nepnieuws verspreiden. Om bijvoorbeeld geld te verdienen of om bijvoorbeeld je iets wijs te maken. Dat is al denk ik stap 1. Gewoon goed nadenken. Goed nadenken, inderdaad. En als je dus dan daar bewust van bent, dan heb je ook nog wel wat trucjes. Bijvoorbeeld kijk op wat voor site het staat. Dus lees goed de site door waar het bericht vandaan komt. Het is ook goed om bijvoorbeeld altijd verder te lezen dan de kop. Hoe zit het nou eigenlijk als je het artikel leest? Dus dat je niet alleen maar op basis van die kop het gelooft. Mm-hmm. En je moet gewoon goed, denk ik, controleren bij wie schrijft het. Is het gewoon een NOS, een RTL, een Volkskrant, een Nu.nl? Weet je, dat zijn organisaties waar mensen werken, journalisten werken. Ja. Dus die kun je meestal wel, of eigenlijk altijd wel geloven. Telling children in the Netherlands that they can trust the mainstream media outlets is similar to telling children in China that they can trust the media controlled by the Communist Party. By far most people in the Netherlands have never heard about the Rotterdam scandal or the chain of bombings that took place in Sweden throughout a period of a few months during the end of 2017. Instead, they believe that Hungary and Poland are in the process of becoming dictatorships, that everything that Trump does is bad, and that Islam is a religion of peace. This is because the Dutch media outlets don't inform the public properly. Instead, they keep them under the thick blanket of leftist indoctrination. And children are their easiest target. Een NOS, een RTL, een Volkskrant, een Nu.nl. Weet je, dat zijn organisaties waar mensen werken, journalisten werken. Ja. Dus die kun je meestal wel, of eigenlijk altijd wel geloven. Maar als het dat minder grote of minder betrouwbare dingen zijn, dan moet je gewoon even doorklikken en kijken wat voor iemand post dit erop. Ja, oké. Dat zijn we. This is Paul from TheBetaLove.com. Don't forget to click the big red button to subscribe. And have a nice day, everyone.